Farmport NV levert reeds 12 jaar een bijdrage aan de Surinaamse gezondheidszorg. Dat zegt Ruben Admodimejo, Business Unit Manager bij het farmaceutisch bedrijf. Hij baseert zijn bevindingen op het feit dat zijn bedrijf voorziet in medicamenten zoals insuline voor diabetespatiënten en infuusvloeistof voor dialysepatiënten. Wij zijn vereerd om daarin een bijdrage te mogen leveren. Dat strook geheel met onze missie om onnodige pijn bij onze medemens te verzachten en waar mogelijk helemaal weg te nemen, zegt Admodimejo. Het contact met de klanten en patiënten staat voor Farmport op de eerste plaats. Daarom staat het bedrijf ook dit jaar op de Indofair. Admodimejo geeft verder aan dat Farmport sinds zijn oprichting in 2005 enkele mooie jaren achter de rug heeft. Echter werd het bedrijf medio 2016 geconfronteerd met een terugval. De echte devaluatie die is ingezet in. Dus na jaren van voorspoed heeft de economische teneur vanaf halverwege 2016 toch zijn effect gehad. Dat is toen merkbaar geworden. Wij hebben daardoor onze verkoopcijfers zien slinken in aantallen. Maar ook in geld hoor, want we hebben... wij zijn een van de laatste bedrijven geweest in onze sector die is overgegaan tot het corrigeren van onze verkoopprijzen. Op een gegeven moment moest dat, het kon niet anders en hebben wij onze prijzen gedollariseerd. Dat wil zeggen, wij hebben onze prijzen aangepast aan de koersen zoals die zich hebben ontwikkeld. Volgens Admodimejo heeft het bedrijf ondanks de moeilijke economische situatie toch kans gezien zich te stabiliseren. Echter wordt het steeds lastiger voor de Surinaamse farmaceutische bedrijven. En een van de hoofdoorzaken is dat medicamenten in Suriname niet volledig vergoed worden. Dat is over zijn algemeenheid gesproken. Hè? En meer specifiek, wanneer medicamenten wel vergoed worden, dan is dat vaak ook nog gebaseerd op een lijst. De SZF-lijst, de Nationale Gezondheidsklapperslijst. En die vergoedingen die op die lijst voorkomen, die zijn voor onze pech gebaseerd op valutakoersen van voor de devaluatie. Wij vermoeden dat het gebaseerd zijn op dat de lijst gebaseerd is op prijzen die gekoppeld is aan de dollarkoers, de oude dollarkoers van 2,80. Dus als je het zo bekijkt, zouden de vergoedingen verdrievoudigd moeten worden. Ruben Admodimejo, Business Unit Manager bij het farmaceutisch bedrijf Farmport. Het bedrijf viert vandaag zijn 12-jarige bestaan, maar kende vanwege de huidige economische situatie een terugval. Het bedrijf blijft in gesprek met verschillende belangengroepen om de zorg naar de patiënten toe te garanderen. Daarnaast worden verschillende andere opties bekeken. Onder de thema's groen en duurzaamheid is onlangs het Klevia-park gestart. Daar worden kleine ondernemers in de agro- en agricultuur begeleid, ligt Admodimejo een tipje van de sluier toe.